Hallo, dit is het verhaal van Christophe Neus. Christophe Neus is een gewone jongen. Hij heeft veel vrienden, hij gaat graag uit en is een goede leerling. Maar op een dag krijgt Christophe Neus een ongewone e-mail die zijn leven zal veranderen. Beste meneer of mevrouw, ik ben meneer Mohamed al-Islam Gaddafi, de zoon van de president van Libië. Mijn vader heeft het tegenwoordig niet makkelijk en ik heb uw hulp nodig. Om de orde in dit land te kunnen herstellen, kan ik het fortuin van mijn vader gebruiken. Dit geld staat echter op een rekening op een speciale bank en ik heb 5000 euro nodig om deze rekening te openen. Dit hoeft u echter niet voor niets te doen. U ontvangt onmiddellijk 10% van het totale bedrag op de rekening. Dit is 10,5 miljoen. Dus voor 5000 euro krijgt u 1 miljoen 50.000 euro terug. Dit is volledig legaal. U kunt mij terugsturen op mmkara002@hotmail.com. Ik hoop snel van u te horen. Meneer Mohamed al-Islam Gaddafi. Dat is interessant. Beste meneer Gaddafi, ik ben blij dat u mij gekozen hebt en ik ben bereid om u te helpen. In deze winstgevende bedoeling. Ik zie er naar uit u te ontmoeten en ik probeer zo snel mogelijk het geld bij elkaar te krijgen. Groeten, Christophe Neus. Ah, een dommerik die gereageerd heeft op mijn spammail. Ik zal die idioot om 5000 euro vragen die hij mij zo snel mogelijk moet geven. Oh, een antwoord! Meneer Neus, ik ben enkel overmorgen bij u in Sint-Niklaas in de buurt. U moet het geld dan geven. Ik ben om 5 uur in het park. U moet daar dan ook zijn en mij het geld overhandigen. Groeten, meneer Mohamed al-Islam Gaddafi. Meneer, mag ik eens vragen? Ja? Bent u geïnteresseerd om 5000 euro te storten voor Gaddafi? Nee, ik ben niet geïnteresseerd. Ik heb 5000 euro nodig voor Gaddafi en ik krijg 1 miljoen in de plaats. 5000 euro? Voor 1 miljoen? Ja. Wel, ik heb toevallig 5000 euro op zak. Maar ik moet het de laatste morgen terug hebben. Als ik het niet terug heb, ik weet je te vinden. Oké, dankjewel. Ja. Bent u meneer Gaddafi? Inderdaad. Aangenaam. Aangenaam. Ik heb het geld? Ik heb 5000 euro. Oké, ik krijg 1 minuut. Eigenlijk ben ik een spammer, idioot. Mijn geld! Alweer een sukkel opgelegd. Mijn hoofd, die vuile nep Gaddafi. Ik reageer nooit meer op spam. De bel. Wie kan dat zijn? Ik zal iets gaan kijken. Ah,
Ah, waar is mijn geld? Ik heb het van achter. Ja, we zullen eens gaan kijken. Wel nu, waar is mijn geld? Ik heb geen geld, toch niet. Ik had gezegd de laatste van dag. Kom maar eens mee, je vuile wanbetaling. Kom maar mee, we zullen wel eens een lesje leren, ja. Hey, kom mee, hoor.